Wat zijn de vijf geboden van de kerk? Zon en feestdag zult gij eren. Dus naar de mis gaan. Op boet en vrijdag vlees ontberen. Dus dan moet je vegan worden. Hou de vaste ongeschonden, uw ramadan. Biecht minstens eens per jaar uw zonde. Moet je alles aan meneer pastoor vertellen wat dat je mispeuterd hebt. Mm-hmm. En nuttig grondpasen, het brood des heren. Wel, dat laatste gebod is heden overtreden door de kerk. Want met pasen heb ik het brood des heren niet kunnen nuttigen. De kerken waren niet open, er waren virtuele kerkdiensten. Maar het virtuele lichaam van Christus, dat is niet genoeg. Het is het reële lichaam, want Christus is in de hostie aanwezig lijfelijk. Mm-hmm. Het is natuurlijk door de Bilderberggroep die de staatssecretaris van het Vaticaan bij hen geroepen heeft in 2018 en die gezegd heeft, de volgende epidemie die uitbreekt, alle kerken dicht. En de kerk heeft gezegd, jawel, de kerk heeft zich dus aan de wetten van Bilderberg onderworpen en niet aan de wetten van hun God. De Vader. Amen. Gelooft de paus nog in God? De paus gelooft zeker niet in God. De paus is een intellectueel, een jezuïet. Die heeft 10 jaar opleiding. De paus is zelf een bollandist. De stoottroepen van de stoottroepen. Wat zouden we in God geloven? Nee, het geloof in God, dat is zoals Marx zei. Godsdienst is opium van het volk. Niet voor het volk. Men zegt dat altijd verkeerd. Godsdienst is opium van het volk. Natuurlijk, de paus die heeft andere dingen om te snuiven. Moeten wij nog geloven? Je mag alles geloven wat je wilt, maar dan zijt jij een goed gelovig mens. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u bier brouwen. Interesseert mij geen reet.